Precies een week geleden deed ik samen met Torben en Nigel mee aan het Royalistic 15.000 euro Fortnite toernooi. Dit toernooi hebben wij samen gewonnen en vandaag gaan jullie dus mijn kant van de gameplay zien hoe we dit gedaan hebben. Dus blijf deze video helemaal afkijken om erachter te komen hoe het gelukt is. Sowieso even een dikke shout-out naar Roy voor het organiseren voor dit toernooi en iedereen die mee heeft gedaan, want het was echt insane. En laten we dus gewoon gelijk gaan beginnen met game nummer 1. Kijk eens aan, hier gingen wij dus naar onze vaste dropplek van elk potje, namelijk Snobby Shores. Ik heb alles opgenomen uit replay om te laten zien wanneer mijn kills gemaakt zijn, zodat ik duidelijk kan uitleggen wat er precies gebeurd is. En als je de gameplay wil zien met stemmen erbij en Torben's perspectief, moet je dus de video van Torben kijken, want dan kan je dus ook onze stemmen erbij horen, waarop je dus kan horen dat wij dus daadwerkelijk met z'n drieën gespeeld hebben, dat ik zelf gespeeld ook heb. Maar ik heb het dus voor jullie uit replay laten zien, zodat je dus kan zien dat ik eigenlijk elke keer bij elke gameswat en game de meeste kills oppak. En elke game gingen we dus naar Snobby Source, alleen daar kwam bijna helemaal niemand, dus maakten we geen kills. Zoals je kan zien heb ik op dit moment ook 0 kills, heeft Torben 3 kills en heb Nigel 1 kill. En we gaan hier dus richting Tilted Towers, omdat ik dus in game nummer 1 hier mijn allereerste kill maak. We zitten hier namelijk heel vies te campen voor placement. En toevallig kwam het team van QC op ons af. Die kwam hier naar binnen en die gingen wij dus echt keihard killen. Die hebben zich waarschijnlijk kapot geschrokken. Hier komt NS binnen namelijk. Die spreeën we gewoon dood met onze drumshot guns. Wat betekent dat Q en Nasnas, wat zijn teamgenoten waren, er wel op moest af moeten komen onze challenge. Dat deden ze ook. Nou, hier gaat Nasnas eraan, zoals je kan zien. Heb ik mijn allereerste kill binnen volgens mij. Ja, daar gaat mijn allereerste kill. En dat was voor mij ook echt het enige wat ik dit potje gedaan heb. Want dit potje ging voor ons niet heel goed. Voor mij en Torben in ieder geval. Nigel heeft deze game echt keihard geclutcht. Maar zoals je kan zien hebben Nigel en Torben hier allebei 3 kills. Ik heb er maar 1. Alleen we zitten hier dus op de berg. En zoals je kan zien zit hier dus het team van Harm is het volgens mij. Ja, ik weet die iemand keihard te laseren. Die knock ik ook. En uiteindelijk besloten we dus met z'n drieën die te gaan pushen. Dat deden we dus eigenlijk elke keer. Elke keer als we iemand hit hadden of genokt hadden, gingen we met z'n drieën de keihard af, omdat je dan gewoon in de minderheid bent en gewoon een grote kans hebt om de game te winnen, of in ieder geval die fight te winnen. Zoals je kan zien, deze mensen pakken we ook op. We hebben dus uiteindelijk 3 kills, heb ik daar. Nigel 4 en Torben 3. En we besluiten dus hier zo om eventjes te chillen. Maar we moesten dus weggaan, omdat de cirkel er aankwam. En zoals je kan zien, zit daar het team van Jordi met Voske en Jess, als ik goed heb. Geen idee wie de Jesse verder is, maar we hebben daar Voske. Die kill ik hier volgens mij, of ik kill Jesse. Ik kill Jesse daar, zoals je kan zien. Voske gaat er ook inderdaad aan. En Torben ligt daar nog. En hier gaan ik en Torben dus dood. Waardoor Nigel dus in zijn eentje een zieke klus moet neer gaan gooien, jongens. We hebben hier dus 4 kills, 5 kills, 13 kills hebben we hier dus in totaal. En zoals je kan zien worden we hier dus gepusht door het team van Twisty. Waardoor Nigel dus besluit in zijn eentje te gaan riften. En Nigel dus in zijn eentje over is. En Nigel heeft deze game zo hard geklust, dames en heren. Hij is tweede geworden in de allereerste game. Waardoor wij zieke voorsprong hadden al qua punten. Omdat we ziek veel kills hadden. Plus ook nog eens 11 punten kregen voor placement. Want zoals je kan zien, Nigel die werd hier gekozen door Torben. Torben had gezien dat Quinn daar achter de prullenbak zat. En daardoor moest Nigel dus even eerst healen. En zoals je kan zien, Nigel is aan het reloaden. Je kan de gameplay van Nigel ook zien op zijn kanaal. Die heeft hij via zijn PlayStation 5 geüpload. Dus voor de mensen die afvragen wie Nigel is, die gameplay kan je ook gewoon checken. Kijk eens aan, Quinn wordt hier gekilled. Hele goede en clean kill van Nigel. En Joost komt hier op een of andere rare manier Nigel pushen in zijn eentje. Wat niet heel slim was, want ook Nigel pakt deze kill op. Zoals je kan zien, echt free kill eigenlijk was dit. En hier hebben we dus echt al hele goede punten, jongens en meisjes. Nigel speelt hier gewoon een klein beetje rustig voor de placement. Daar zit Marsha met K-punt. Je ziet daar nog Stefan. Hier een gratis kill. Ook voor Nigel, wat echt heel erg lekker meegenomen is, of course. En Nigel gaat het dus inderdaad in zijn eentje al klussen, zoals ik al zei. Waardoor wij dus naar game 1, ook al werden we tweede. Dit ook, dat was echt bizar, want hier had Nigel ook gewoon dood kunnen zijn. Hier gaat dus af op Rick en op K-punt. Nou, zoals je kan zien, K-punt weet hij nog bijna te killen. Alleen, hij moest dus riften. Dat heeft hij heel goed gedaan. Hierdoor kan hij in de lucht blijven hangen. En heeft hij zichzelf heel veel tijd bespaard. Zodat hij dus uiteindelijk gewoon inderdaad onder een bunker kon chillen. Wat heel erg nice was. Jani zit hier letterlijk naast hem. Die had geen idee dat hij daar zat. En daarom is het zo leuk om in replay terug te kijken. Omdat je kan zien wie het is. Wie er nog over waren. En zoals je kan zien was het team van Jani dus uiteindelijk als enigste over. Nigel weet Bas nog te knocken. Alleen Jani pusht hier heel slim. Door Jani dus game nummer 1 wint. Maar wij uiteindelijk dus door placement en kills op plek 1 stonden. Dit is dus game 2. Zoals je kan zien waren we weer in Snobby geland. Niemand is met ons meegeland. En daardoor gingen we dus naar de Vikingberg. En daar gingen we dus kijken of er nog loot was of mensen waren. Zodat we die konden contesten. In dit geval waren er dus wel mensen zoals Dion, Linktijger en Joost Bouwhof. En die weten wij dus hier ook als team te killen. Want zoals je kan zien zijn we dus ook met z'n drieën zonder kills uit Snobby gekomen. Hier gaan Nigel en ik tegen Link en Joost tekeer, zoals je kan zien. Die killen we ook allebei. En dan zit hier dus Dion in mijn rug. Die ik dus keihard weet aan te pakken met mijn drumshot gun. Ik was hier wel bijna dood, maar hier hebben we dus alle drie
een kill wou ik zeggen, maar Nigel heeft 2 kills en ik heb hier 1 kill. Dan gaan we heel veel verder het potje in. Zoals je kan zien zitten we dan hier ja, bijna in de endgame al. Omdat, ja, er gebeurde gewoon zo weinig jongens. Er gebeurde letterlijk heel weinig dit potje. Maar dit potje kan ik jullie al vertellen. Die weten ik en Nigel keihard te winnen en ook echt heel erg ziek. Zoals je kan zien aan de tijdbalk. Je ziet dus dat ik aan het eind ook weer mijn kills weet op te pakken. Wij weten hier Voske te killen, want we wilden dus hun pushen omdat Voske weak was. Nou, Jordi en zijn teamgenoot weten volgens mij weg te komen. Waardoor ik dus besluit om Voske gewoon te finishen. Omdat wij dus gewoon voor de placement en voor de kills wilden. Want kills waren zoveel punten. Toevallig kwamen hier het team van Mick tegen met Pato en Stoeptegel. Ik weet niet precies wie Stoeptegel was, maar die zat volgens mij bij hun ook in het team. Ja, ik moest dus uit de storm komen. Pato die gaat daar compleet weg. Ik word daar beschoten. Dus ik besluit weer even een bunker neer te gooien. En daar zit Lotte Albers een beetje achter ons. Die uit de storm kwam. Die besluit ik ook gewoon te pushen. Omdat het uiteindelijk ook een grafische kill was. Omdat ze al zo weak was. En ja, vervolgens heb ik dus 3 kills. Heeft Torben de 4 en Nigel 2. En gaan we dus echt richting de endgame. Je ziet hoeveel mensen er nog over zijn in deze kleine cirkel. En je ziet ook hoeveel ik dus nog misschiet. Dus voor alle mensen die zeggen dat ik cheat. Bro's, dat heb ik oprecht niet gedaan. Waarom zou ik dat in een freaking royalistic toernooi doen? Wees even eerlijk, denk gewoon even logisch na. Maar ja, ik heb dus inderdaad niet gezien. Hier gaat Enzo uit de lucht. Die leeft daar nog gelukkig. Maar Enzo gaat daarna de storm in. Waardoor ik dus daarna een knock op Enzo krijg. Omdat hij dus knock wordt door de storm. Kijk, daar staat het knockdown Enzo knol. Geen idee hoe dat gewerkt heeft. Maar in ieder geval, daar zijn zijn teammate nog. Maar we moesten dus van de berg af om verder te gaan. Torben is daar heel erg weak. Torben gaat dadelijk ook nog. Die is daar nog. En ik en Nijden zijn daar dus eigenlijk met z'n tweeën dus nog over. En we besluiten dus te riften. En zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Om te kijken wat de rest doet. Nou, zoals je kan zien, hangen wij dus het hoogst in de lucht. We landen. We besluiten dus een bunker te gooien. Want die had ik nog. En vervolgens zijn er nog maar een paar mensen over. Waaronder dus Noël, Matthijs, als ik het goed zeg. Kijk, die hangen daar in de lucht. En Salty Tracker. Ik weet even niet wie dat precies was. Maar Noël, die landt hier onder die boom. En ik dacht van ja, ik heb genoeg health. Die kan ik wel even finishen. Is weer een kill. En ja, zoals je kan zien zijn er dus nog 2 mensen over. Die dus in de lucht hangen. En dit was dus eigenlijk gewoon echt een hele chille win voor Nigel en mij. Ik besluit hier de high ground te pakken voor het geval dat er iets zou gebeuren. Maar Salty Frekker, ja, besloot daar ons niet de kill te geven. Wat best slim is, want we killen Matthijs hier zo. En uiteindelijk, ja, winnen wij dus de game omdat Salty Frekker doodgaat door de storm. Maar daar krijgen we dus geen punt voor omdat hij zichzelf dood laat gaan. Wat van hem een hele slimme tactiek is. Dan gaan we door naar game nummer 3. En in game nummer 3 komen we weer het team van Mick tegen. Geen idee waarom we die zo vaak tegenkomen, maar die landen volgens mij bij onze buurt. En ja, we weten hier dus geen één iemand te nokken volgens mij. Maar Mick en Stoeptegel weten dus wel te ontkomen. Maar Pato, of ja, Torben zoals je kan zien, heeft dus Pato wel gekild. Dus dat betekent dat Torben en ik, ik heb geen kills, Torben en Nigel wel. Nou, hier hebben we dus een Tissa zitten zoals je kan zien. Hier gaat Quinn, die is heel erg weak uit de lucht. Die weet ik met 1 kogel, met 2 kogels uit de lucht te hitten. Ik hit hem in totaal 2 keer. Maar omdat Torben me zo hard lasert, ja, weet ze hem te lokken. Ik heb alleen die kill nooit gekregen. Hoe dat kan, geen idee. Hier hebben we wel een kill op Lotte gelukkig. Dat is mijn allereerste kill van deze pot. En hier komen we dus het team van Roy tegen. En ja, die loopt daar dus met ja, Mokka en met Don. Ik word hier kaart geblokt door een bunker die Don volgens mij neergooit. Maar ja, Don is hier zo weak dat ik Don weet te pakken. Ik heb zo goed als full shield. Er wordt een airdrop op ons gegooid. En vervolgens weet ik hier dus Roy op te pakken. Omdat ja, Roy 2 keer raagiet volgens mij. Waardoor ik dus best wel veel HP overhoud. Waardoor ik Roy geoutgunned heb terwijl ik een paarse drum had. Dat was heel erg lekker zeg maar om die paarse drum te hebben. Vervolgens pushen we hier zo deze bunker omdat ik dacht dat er niemand in zat. Maar daar bleek dus uiteindelijk gewoon een heel team in te zitten. En volgens mij is deze gameplay of de gameplay die hierna komt volledig op het kanaal van Torben te zien. Waarbij je dus ook onze stemmen hoort. Voor de mensen die dus denken dat ik niet gespeeld heb. Daar hoor je dus daadwerkelijk gewoon mijn call-out geven. En mijn ja, rage ook zelf volgens mij. Dus check ook zeker de video van Torben na deze video. Alleen hier besluit ik dus het team van Rick te killen. Want omdat we dus met z'n tweeën pushen in plaats van met z'n drieën. Gaat dat helaas fout. Waardoor we dus deze game verliezen. Helaas. Maar we hebben wel goede punten gepakt. Omdat Torben 8 kills had gepakt. Wat heel erg nice was. Dan gaan we door naar game 4 is het volgens mij. Die weten wij ook te winnen. En deze gameplay staat volgens mij helemaal op het kanaal van Torben. Want deze gameplay is ook echt bizar. Ik heb deze gameplay echt amper iets gedaan. Maar dat maak ik aan het eind van deze gameplay goed. Want hier ja, kill ik dus Johnny als het goed is. Waardoor dus Bas besluit te riften met zijn teamgenoot. Wat prima is. Maar ik heb hier verder echt compleet niks gedaan. Behalve aan het einde jongens. Want hier ging echt kapot veel chaos los op een gegeven moment. We besluiten dus hier eigenlijk gewoon keihard te gaan pushen. Omdat hier heel veel teams zijn die niet bij elkaar horen. Er zit daar gewoon een heel team te campen in dat huisje. Maar zoals je kan zien is dus NS hier last aan het reviven. Waarbij ja, Don Kaaklijn daar voor mij ook nog leeft.
dit team van QC killen we. En vervolgens, jongens en meisjes, zijn er dus maar 7 mensen over. Daar zijn Deal en Cheeseface. En dat is dus uiteindelijk het team waar ik en Nigel een 2 tegen 2 tegen krijgen, omdat Torben genoeg wordt. Maar ja, hoe we deze game winnen is echt bizar. Nigel is hier aan het healen. Ik ben ook even aan het healen. Ik ben 100-100. Torben probeert daar nog een medkit in te nemen. Dat gaat volgens mij mis, omdat de cirkel op Torben afkomt. Dus zoals je kan zien, Torben... Daar komt Enzo uit een boom zitten. Enzo wordt hier nog even heel vies gekild door volgens mij Torben inderdaad. Maar heel goede tactiek van Enzo. Hier besluiten we dus die guys te pushen, omdat dat de enige mogelijkheid was die we konden doen. Ik gooi hier een bunker neer en zoals je kan zien is Deal maar 100 HP en Cheese heeft 100-100. Dus wat we doen is we besluiten te pushen. Ik probeer Deal te killen wat hier redelijk makkelijk gaat. En vervolgens hoe ik deze turn on hit is echt bizar. Ik had 31 HP over, 1 kogel raak meer en ik was zelf dood geweest. Maar hier hebben wij dus de game gewonnen. Wat betekent dat wij gewoon daadwerkelijk al gewonnen hadden. We hadden het laatste game in. Zoals je kan zien, hier zit ik hier ook AFK omdat ik toen mijn stream aan het opstarten was. Omdat er heel veel mensen zeiden dat wij niet zelf zouden spelen. Waarbij Torben en ik besloten om onze laatste game toch te streamen. Zodat mensen konden zien dat we zelf speelden. Om die, ja, hoe zeg je dat, geruchten uit de lucht te halen, zeg maar. Zoals je kan zien, hier ben ik dus daadwerkelijk mijn stream aan het opstarten. We landen wederom weer in Snobby. En niemand was ons gecontest in Snobby. En je ziet Torben op de map ook stil zitten. Omdat Torben op dat moment ook zijn stream aan het opstarten was. Maar ja, deze game hadden we gewoon helemaal niet meer hoeven spelen. We waren hier al kapot hard eerste. Dus deze game namen we eigenlijk ook niet meer serieus. We waren daadwerkelijk gewoon de chat aan het lezen. We waren gewoon inderdaad met elkaar aan het praten. Dit livestream kan je terugkijken op mijn kanaal. En daarom, ja, we hebben hier... Althans, ik heb hier voor mij maar 1 kill gemaakt. Maar Nigel weet gewoon ook in deze game nog steeds gewoon de 2e plek te behalen. Wat echt insane is. Hier komt van mij mijn enigste kill van dit potje. Ik weet niet of ik Anko kill. Volgens mij niet, want Nigel kill volgens mij Anko. Ik kill van mij iemand van Jesse of... ik weet niet of dat iemand is die Steam of Eagle. Maar voor mij kill ik Jesse hier zo. Dus nee, ik heb hier Jesse niet eens genokt. Ik heb Jesse daar niet eens genokt. Nigel knokt Anko. En ik knock Fuse Eagle hier zo. Dus dat is ook mijn enigste kill van dit potje. En ja, ik weet hem dus gelijk te finishen daar zo. Hier krijg ik op een of andere manier damage door een RPG. Vervolgens komt er nog een RPG achteraan die Torben hit. En dan besluit Jani eigenlijk de tactiek toe te passen die wij elke keer hadden. Dus gewoon om te challengen wanneer iemand ziek is. Wat gewoon heel erg goed was van hem. Dus sowieso ook GG naar Dani. Want die had natuurlijk ook game nummer 1 gewonnen. Jordi Storm wint dit potje volgens mij. Dit was ook de laatste game. En zoals je kan zien, Nigel chillde hem gewoon in een boom. Met Jordi en Fosco nog over. Maar hier zijn we dus ook gewoon nog eens een keer 2e in geworden, jongens en meisjes. Dit potje zijn we ook nog eens 2e geworden. Wat ook alweer 11 punten is voor placement. Dat maakte dus 16 met de kill van Torben. 17 met mijne. En 19 punten voor Nigel met als laatste game. En dat betekent dus dat we bijna met dubbele punten gewonnen hebben. We hebben dit toernooi dus bijna met dubbele punten gewoon gepakt. Wat echt insane is. Ik ben echt super trots op Torben en op Nigel. Maar ook op mezelf. Maar ook op iedereen die meegedaan heeft. Dus ja, dit is dus hoe wij het toernooi gewonnen hebben. Ik hoop dat jullie deze POV van mij kant leuk hebben gevonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik hoop dat er snel een nieuw toernooi is. Zodat we weer met dit team mee kunnen doen. Want dit team was echt ongekend.